Precies. En nou is de vraag, hoe ga je nou die 120 bereiken? Wat vind jij belangrijk? Nou, ik moet gewoon goed nakijken en zo als ik rekenen heb gemaakt en ook gewoon goed al de fouten herstellen en zo. Oké, okay, dat is een heel duidelijk antwoord. Heel goed. Ben ik ook een heel klein beetje omlaag gegaan dat ik ik was al heel erg omlaag omdat ik die woorden met trema en zo allemaal heb ik heel vaak dat die op de i staat in plaats van op de e en zo. En dat is vaak dat ik dat dan verkeerd doe en zo. Mm-hmm. En hier ben ik heel trots op, want ik was maar bij rond 79 of zo en was ik nog ineens 131. Ja, nou, daar mag je super trots op zijn. En je straalt ook helemaal als je het 136. Oh ja, bedoel ik. Nog te bovenheen. Nou, hartstikke goed. Hartstikke knap. Ik vond het ook heel mooi, want ik had altijd in groep 7 een 5 of 6 voor aardrijkskunde. En nu leerde ik een stuk beter en nu heb ik een 9,5 voor allebei. Nee, dat heb je zelf verdiend. Goed gedaan, hè? En hoor je wat je zegt? Nou heb ik meer geleerd, dus nu kan ik het ook beter. Ja, ik was altijd van op het laatste moment. Ja. En dat heb je nou niet meer. Dat is heel, ja, dat klinkt, dat wel heel dat, eerlijk. Dat moet mij niet aanvallen. Ik doe niks van. Dat klinkt heel raar, maar ik bedoel, ik deed altijd van, dat hadden we op woensdag toets en dan ging ik een week wachten tot maandag en dan ging ik leren. Ja, maar dat was wel slecht. Net zoals we vrijdag toets, dan ga ik morgen beginnen met leren. Heerlijk. Elke dag een beetje, ja. En met de agenda. Ja.